Telesur past vanaf 1 november haar tarieven aan conform de marktkoers. Na overleg met de regering zijn er nieuwe tarieven vastgesteld en zijn de bedrijfsverbindingen zoals data-internet en VPN met 24% aangepast. Telesur zat vanaf juni bij de unificatie van de wisselkoers door de Centrale Bank van Suriname naar SRD 21 voor de US-dollar met de uitdaging de bedrijfsvoering op economische verantwoorde wijze te plegen. Als betrouwbare digitale partner zal Telesur haar klanten steeds informeren over de te behalen voordelen, zegt het bedrijf in een persbericht. Enkele voordelen zijn het voordeliger bellen tijdens de daltijden, het gebruik maken van de pakketten die gratis belminuten en of andere voordelen bieden en de maandelijkse voordeelacties. De continuïteit van de telecommunicatiedienstverlening moet gegarandeerd blijven. Telesur werkt verder aan het veiligstellen van de digitale toekomst van Suriname en streeft ernaar om binnenkort nog hogere internetsnelheden aan te bieden, afgestemd op de groeiende behoeften van de klanten.